Welkom bij alweer de vierde talkshow van 023 Voetbal, een aflevering van NL Sport met vanavond speciale gast Gerard Pijs, hersteltrainer van de Koninklijke AFC en Andy Rukert, bekend als voetbaltrainer bij AFC, journalist en radioreporter. Meneer Pijs, u heeft al behoorlijke carrière achter de rug in de voetbalwereld. Zo kan je het wel noemen, ja. Maar dit is al heel lang geleden hoor. Dat is begonnen met een betaald voetbalcarrière, als je daarover wilt hebben. Die is begonnen in 1963 en die is geëindigd in 1978. En toen heb ik een paar jaar niks gedaan en ik ben de trainerswereld ingegaan. Je bent geboren in West-Zaan. Ja. In 1945. Ja, dat is lang geleden, ja. En dan ben je hersteltrainer, dat is best een leeftijd. Ja, zeker. En ik kan dit doen. Ik ben hersteltrainer geworden bij de Koninklijke HFC. Ongeveer, ik denk dat het 9 jaar geleden is. Nu, ik denk dat dit mijn 10e seizoen is. En dat is geweest onder René Arnees. En die was toen trainer daar. En die had toen met, dacht ik, Rob Verstraeten en Henk Driessen, hadden ze eigenlijk het plan opgevat om HFC naar een hoger niveau te tillen. Dat is een goed plan geweest. Dat was een goed plan, achteraf gezien, ja. Ja. Maar hoe kon jij op deze leeftijd zo fit zijn? Ja, ik ben altijd sport blijven doen. Dat doe ik nog. Ik fiets veel. Ik ben lid van de roeivereniging Het Spaarne en ik roei, als het enigszins mogelijk is, veel. Want dat vind ik ook heerlijk om te doen. En ja, die hersteltraining op het veld, ja, dat vind ik gewoon heerlijk om te doen. En als je dat met veel plezier doet, dan hou je dat lang vol. Dus ja, ik hoop het nog enkele jaren vol te kunnen houden. Er zijn mensen bij HFC. En niet alleen bij HFC, die zeggen, die Gerard Pijs, dat is de beste hersteltrainer van Nederland, nee, van heel Europa. Hij doet alles mee met de jongens. Ik kijk en ik zie dat, ik vind dat echt onvoorstelbaar. Ja. Enthousiasme dat jij erin brengt bij de gasten, dat is fantastisch. Ja, ik heb zelf altijd gevoetbald. Inzet was voor mij ook heel belangrijk. En als ik bij deze jongens hersteltrainingen doe, dan vraag ik ook van ze een volledige inzet. En dat gaat in goed overleg. Hè. We houden wel goed contact met elkaar, omdat je toch met geblesseerde jongens te maken hebt. En dan probeer ik toch er alles uit te persen bij die jongens wat erin zit. En ze zo snel mogelijk natuurlijk weer bij de eerste af te leveren. Ja, want in 1960 kwam je naar Haarlem toe en toen kwam je bij de HFC terecht. Nee, ik kwam bij HFC Haarlem terecht. HFC Haarlem terecht, ja. Oké. Okay. En daar heb je ook in het eerste gespeeld? Daar heb ik in het eerste gespeeld, okay. Ja. En hoe lang heb je daarin gespeeld? Nou, daar heb ik gespeeld dan van 1963. Ben ik in het eerste gekomen en dat heeft geduurd tot 1978. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, mag ik een leuk verhaal erover vertellen? Graag, dat is wel aardig om te vertellen. Ik kwam in Haarlem wonen en dat was op het Plesmanplein. Toen kwam er nog een melkboer langs de deur en mijn moeder vroeg aan die melkboer, weet u ook nog een vereniging, want mijn zoon die wil graag voetballen. En in principe was natuurlijk Edo vanaf het Plesmanplein eerder bereikbaar dan Haarlem. En die man, dat zal vast een Haarlem supporter geweest zijn, die zei, ja, geeft u maar op in Haarlem, dat lijkt me wel het beste. En zo ben ik eigenlijk bij Haarlem terechtgekomen. Als hij had gezegd, ga maar naar Edo, toen was hij naar Edo gegaan op zijn schijn. Je speelde in het eerste, maar je werd niet betaald. Je zat nee. op school. In het begin speelde ik onbetaald. Ja. Ja, waren er nog wel supporters die wat geld zo over de reling aangaven in die tijd, maar was niet zoveel. Je, op een gegeven moment ging je weg bij HFC, toen kwam je bij DWS terecht, de kampioen van Nederland toen de tijd. Ja. Maar er gebeurde wat, je moest in de militaire dienst. Ja. En wat heeft hoe ging dat in de militaire dienst? Heeft dat een bepaalde weerslag gehad op je voetbalcarrière? Hoe is dat gegaan? Ja, dat heeft het wel gehad. Toen ik bij DWS zat, kwam ik in december, ik ben in augustus
Even kijken, wanneer was het? 65 ben ik naar TWS gegaan. En ik kwam in december kwam ik in dienst. Dat betekent dus dat ik gewoon uit de selectie was, want ik moest in dienst. Maar het voordeel was wel dat ik toen bij het militaire elftal kwam. En dat kwam omdat ik dus toch bij een eredivisieploeg speelde. En Haarlem speelde toen geen eredivisie. En dat was een voordeel voor mij. Okay. Ja. En Jan Zwartkruis, die was de trainer, hè? Jan Zwartkruis was de trainer, ja. En je hebt geloof ik tegen alle grote landen, Frankrijk, Duitsland, je hebt iedereen gehad geloof ik. Ja, met wie daar al gespeeld heeft. Ja. Ja, wat was de leukste? De leukste was, ik denk Portugal. Toch wel? Ja, Portugal. We speelden een wedstrijd op Madeira, in Funchal. En het stadion was helemaal vol, tot aan de laatste plaats was het bezet. En het was een bikkel en bikkel harde wedstrijd. En daar haalden we een heel goed resultaat. We speelden daar gelijk, omdat we in Eindhoven speelden, het PSV-stadion thuis tegen ze. En toen wonnen we met 2-1. En dat gelijke spel, dat vierden wij als een overwinning. En die hadden we ook echt uit het vuur gesleept toen. Ja. Dus dat was wel heel leuk. Ja. Maar in 1967, toen ging een finale spelen in Bagdad. Maar die ging niet door. Wat was er toen aan de hand? Ja. Het was er een... In Israël en het Midden-Oosten eigenlijk was de Yom Kippur-oorlog uitgebroken. En toen mochten we niet over dat gebied heen vliegen. En is het wereldkampioenschap is uitgesteld. Ik dacht 2 jaar later is het wel gespeeld in Bagdad. Maar toen hadden ze een heel andere selectie. En dat is niet zo geweldig verlopen. Okay. Maar wij hadden gewoon een hele goede selectie. Ja. Toen kwam jouw dienst, hè? En toen kwam er een hele leuke plek in Nederland waar je je op ging richten. Was het niet zo? Ik ging naar de kweekschool. Ja. Dat had ik nooit achter je gezocht eigenlijk. Oké, dat kan. Maar ik kom uit een familie van onderwijzers en ik had een gesprek gehad aan een militaire dienst met een oom van me. Die was directeur van de landbouwschool. En die had gezegd, joh, ga in het onderwijs en hartstikke leuk. En toen ben ik naar de kweekschool gegaan. Ik wilde trouwens eerst naar de Academie van Lichamelijke Opvoeding. En toen had ik ook daar een gesprek over met een leraar van de kweekschool. En die zei dat ik dat veel beter niet kon doen in verband met dat voetballen. Als je dan als gymnastieker geblesseerd zou raken door de voetballen of arbeidsongeschikt zou raken, dan was het eigenlijk wel een grote zwaar om in het onderwijs te gaan. En vandaar dat ik de kweekschool gekozen heb. En hoe kwam je in Spanje terecht? Ja, ik ben getrouwd, even kijken, in 1970 ben ik getrouwd, ja. Toen hebben we eerst gewoond in Schalkwijk, in een splinternieuwe flat. Mm-hmm. En we hebben 2,5 jaar gewoond en toen hebben wij besloten om een huis te kopen, mijn vrouw en ik. En zijn we wat gaan toeren in de omgeving en we wilden per se in een nieuw huis wonen. En toen vonden we dat in Sparendam en zo zijn we er komen wonen. Maar het heeft ook een beetje toch wat een doorslag heeft gegeven is dat ik ook les had gegeven in mijn studietijd, les had gegeven op de Sparenschool. In Sparendam. En daar vond ik wel een bepaalde sfeer prettig. En dat leek me ook leuk om daar te wonen. Want dat het zo leuk was om daar in Sparendam te wonen, dan neem ik ook aan dat je daar meteen bent gaan voetballen. Toen voetbalde ik nog volop in Haarlem. Maar ooit is het gebeurd, toen ik gestopt was met voetballen, dat ik op een avond een man aan de deur kreeg, een zondagavond. Ik kreeg een man aan de deur en die vroeg of je even binnen mocht komen. Waarom niet? En neem plaats, we hebben gezellig zitten kletsen. En toen zei hij dat hij kwam vragen of ik trainer wilde worden van de voetbalvereniging Sparenwoude. Nou, dat was iets voor mij eigenlijk ondenkbaars. Omdat ik met Joekst en andere trainers had meegemaakt hoe lastig het was en hoeveel kritiek er altijd was. En dat een trainer het eigenlijk nooit goed deed. En had gezegd, nou trainen, één ding weet ik zeker, trainen word ik nooit. En toen kwam die man, die haalde mij over. Nou, ik zeg tegen hem, oké,
Het was Piet Roos, de naam zou ik ook nooit vergeten. En ik zeg tegen Piet, nou oké, ik ga het proberen tot de kerst. En dan spreken we af om verder te gaan. Maar na 14 dagen was ik eigenlijk al verkocht. Het was een hele leuke selectie, jonge selectie, talentvolle selectie. En dat leidde ook tot na 4 jaar tot promotie naar de derde klas. En dat was eigenlijk wel erg leuk, vond ik. En toch ging je naar een andere club? Ja. Ja. Ik werd HFC degradeerde naar de vijfde klas, naar de onderbond. En toen werd ik gebeld en, door HFC of ik daar trainer wilde worden. Nou, daar hebben we een gesprek gehad. En toen heb ik gezegd, nou, oké, dat ga ik doen. En dat was het begin van, de mooie situatie bij HFC. Hè? Twee keer gepromoveerd jij? Ja, achter elkaar. 2 keer gepromoveerd. Van de onderbond meteen naar de vierde klas. En toen voor de 4e klas naar de 3e klas meteen gepromoveerd. Maar ik had geen diploma, dus ik moest weg. Zo ben ik daar weggeraakt als trainer. En heb ik daarna wel mijn diploma's gehaald. Ik ben oefenmeester 2 heb ik uiteindelijk gehaald. Maar dat deed je terwijl je trainer was van Tijp en Schoten, in die jaren? Nee. Dat was na de periode AFC. En daarna is de Tijp gekomen en daarna is Schoten gekomen. Heb je nu over de periode 1988 dat je ging bij HFC? 1988, klopt. 1988, ja. En toen na die periode bij Tijp en Schoten, toen kon het niet anders met je papieren dat je weer terugging. Ik ben weer teruggevraagd, ja. Mooi man. Ja. Toen verkeerde HFC door omstandigheden ook, weet ik nog, van de trainer Jan Boekhoff. Toen ermee stopte, halverwege het seizoen, nou, toen zag HFC naartoe zonder trainer, toen hebben ze mij benaderd. Ook omdat ik de selectie kende, die jongens kenden het allemaal. En daar hebben we een heel fantastisch half seizoen gehad nog. We stonden zwaar op degraderen en we hebben het in de laatste wedstrijden weten te halen. En is er onder andere een non-degradatielijst is er ontstaan in die periode, dus mensen konden intekeningen met kratten bier of taarten of bossenbloemen of weet ik veel wat om die degradatie te ontlopen. En dat was het allemaal bestemd voor de jongens. En uiteindelijk was dat zo en dat is uitgelopen in een gigantisch feest met onder andere Erik Vermuiswinkel erbij. Dus het was in een volle kerk. Hebben we het behoud in die afdeling toen gevierd. Maar mag ik zeggen dat dat het begin is geweest van de succesperiode van HFC? Dat feest in die kerk? Misschien wel. Ja. HFC is daarna wel volgens mij naar de eerste klasse toegegaan. En is vervolgens weer gedegradeerd naar de derde klasse. En toen hebben we het tijdperk Arnezen gekregen. En is HFC omhoog gegaan tot waar ze nu zijn. Mooi hè, zoals het nu is. Ja, mooi. Het is echt mooi, ja. Heel leuk. Sportmasseur en hersteltrainer. Ja. In 2008 werd je ook massagetherapeut. Wat is precies het verschil tussen een massagetherapeut en een sportmasseur? Helemaal niks. Het klinkt beter, hè? Het klinkt gewoon beter, hè? Zo zijn er vele beroepen waarvan je denkt, dat is... dat is zo. Jij bent een geweldige sfeerbrenger, hè, in de ploeg. Dat wordt wel eens onderkend. Maar de manier waarop jij met de jongens omgaat, zeker als ze in het herstel zijn en bij jou komen. Ja. Koen Beren bijvoorbeeld. Ja. Die jongen die heb jij toch... Die heeft nou 2 keer achter elkaar schitterend gescoord. Zat een beetje in de kwakkelperiode. Wat heb je daarmee gedaan dat hij opeens zo goed is? Ja. Laat ik vooropstellen, het zijn allemaal ontzettend leuke jongens en een hele leuke selectie hebben. En Koen is er één van. Koen had gewoon moeite om het tempo bij te benen, de trainingsintensiteit vol te houden. En dat leidde bij Koen tot vervelende langdurige blessures. Hij had vaak last van zijn lies en dat ging me niet over. En toen hebben ze tegen hem gezegd, kom eens bij mij. Dan ga ik proberen dat met jou op te lossen. En dat heeft hij gedaan. En hij is heel consequent bij mij gekomen. En langzaam maar zeker is het beter gegaan. En hij is nu voor een groot gedeelte van die blessure af. In ieder geval zover dat hij
weer kan spelen. En ik zeg toch ook tegen hem, zorg ervoor dat je bijhoudt, dat je fit blijft. Omdat dit van dit jaar de kans is van je, voor jou om door te breken. Ik heb veel vertrouwen in hem. Het was een jongen die in Bloemendaal ontzettend veel scoorde. En dat is een kunst die niet veel voetballers bezitten. En hij heeft dat wel. En dan moet je die jongen vertrouwen geven. Koen is geen technicus, maar het is een jongen die heel veel gevoel heeft voor een goede plek voor de goal. Op het juiste moment te zijn, en dat heb je gezien in de afgelopen wedstrijd, bij die vrije trap van Gert-Jan Termeeris, hoe hij als een duveltje uit een doosje voor die goal verscheen en die bal keihard inkopte. Hij kwam echt voor een tegenstander. En dat is een kracht van Koen en daar moeten wij gebruik van maken. Ik heb wel tegen hem gezegd ook, in mijn tijd had je een voetballer in Duitsland, Gerd Müller. Nou, die kon er niks van. Maar die maakte onwaarschijnlijke doelpunten. En die speelde gewoon vast in het Duitse elftal. Ja. En ik denk dat Koen ook, als hij het vertrouwen krijgt van de trainer en van zijn spelers krijgt, dat het een hele bruikbare spits kan zijn. Maar ik heb hem die weken zien ploeten erbij, hè? Ja. Als je herstelt. Ja. Dat ja. is echt een periode geweest, die moet heel moeilijk geweest zijn voor hem. Ja, is het ook. Maar als je dit nou ziet, joh. Ja, trouwens, dat geldt voor die hele ploeg, hè? Ja. Ja. Wat een ploeg hebben jullie. Ja. Je weet, voetbal is je lust in je leven. Volgens mij ben je de dag en nacht mee bezig. Hoe vindt je vrouw dat allemaal? Kom je nu wel eens thuis? Ja, nee, kijk, ik heb altijd een verhaal erover. Mijn vrouw en ik, mijn vrouw en ik leren elkaar kennen op de kweekschool. En ja, na verloop van tijd hadden we dan zoiets van, zullen we gaan trouwen? En toen ik dat overwoog om het haar te vragen, heb ik eerst met haar afgesproken op de kop van de zeeweg bij het restaurant, daar, ik weet niet precies hoe het heet, het einde of zo, weet ik veel. Hebben we afgesproken en toen heb ik gezegd tegen hem, nou, zus en zo, hè, weet wat je doet als jij met mij gaat trouwen. Omdat ik voetbal, en dat betekent 4 avonden in de week weg, en de zondag de hele dag pleiten, ook weg met voetballen. Nou ja, daar hebben we een goed gesprek over gehad. Zij zei tegen mij, dat is geen enkel probleem. Okay. En dat is altijd zo gebleven. Ze heeft nooit één woord gezegd over mijn vele afwezigheid op het voetbal. Hartstikke goed. Mevrouw Wijs, namens alle voetballers, vooral bij HFC, hartstikke bedankt. Oké, Gerard, enorm bedankt voor deze bijdrage. Ik stel bijzonder op prijs dat je naar de studio bent gekomen. Henny ook, hartstikke bedankt. En u allemaal hartelijk bedankt voor het kijken weer naar deze uitzending en graag tot de volgende keer. Tot ziens.